Here comes the weekend. Ooh. 10, 20, 30, 40, 50, 50. 50, 50. Ja, dat ken je inderdaad van SBS6. Hebben we even gejat. Mag wel, John, hè? Ja, dat mag wel. Betalen we voor, dus. Betalen we voor, tuurlijk. We gaan om en om, stel ik jullie een vraag. Als de tijd is afgelopen, dan kijken we wie de meeste vragen goed heeft beantwoord. En die heeft gewonnen. Ik heb een thema moeten kiezen deze week. En ik dacht van, het vorige uur hoorde je dat de Benga Boys een nieuw nummer hebben uitgebracht. Waarin ze terug verlangen naar de jaren 90, omdat het zo'n mooie tijd was. Dus ik dacht van, het thema van de 50-50 van deze week is de jaren 90. Oké. Okay. In de breedste zin. Daar heb ik best wel nog wat van meegemaakt. Het was een mooie tijd. Het was, jij een vol jaar. Het was, nee. Heb jij wat van meegemaakt? We zaten net in de auto en ik checkte even het geboortejaar van Eva. Eva komt uit 98, jij komt uit 99. Ik heb er gewoon rustig anderhalve maand van mogen profiteren. Anderhalve maand. Ja. Ik hoop dat jullie met terugwerkende kracht heel veel te weten zijn gekomen over de jaren 90. Ik kom uit 91, dus ik heb het echt een 90's kid, ook niet echt bewust meegemaakt natuurlijk. Maar ik ben benieuwd hoe jullie kennis erover is. 50-50. Eva, de eerste vraag voor jou. Welk land treedt in 1995 toe tot de Europese Unie? Is dat Noorwegen of Finland? Finland. Ja, dat is goed. Miguel, wie was het grootste deel van de jaren 90 premier van Nederland? Is dat Ruud Lubbers of Wim Kok? Ruud Lubbers. Nee, dat was Wim Kok. Oh, helaas. Eva, welke Nederlandse soapserie startte op 1 oktober 1990? Is dat Goede Tijden, Slechte Tijden of Onderweg naar Morgen? Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, dat is weer goed. Yeah. Oh jee. Miguel, in 1991 scoorde Sinead O'Connor de hit van het jaar met Nothing Compares to You. Wie schreef dit nummer? Is dat Prince of Michael Jackson? Prince. Ja, dat is goed. Eva, welk inmiddels niet meer weg te denken computerprogramma kwam in 1990 voor het eerst op de markt? Is dat Microsoft Office of Adobe Photoshop? Microsoft. Nee, Photoshop, helaas. Miguel, hoe heette de eerste internetbrowser die in 1991 verscheen? Is dat Microsoft Explorer of Nexus? Explorer. Nee, Nexus. Oh. Eva, welk lied staat al 10 jaar op nummer 1 in de top 500 van de jaren 90 van Q Music? Is dat Rainbow in the Sky of No Limit? No Limit. Nee, Rainbow in the Sky. Oh, Miguel, hoe heette de comedyserie die in 1993 bij de VARA werd uitgezonden en waar vader en zoon Kraaikamp in speelden? Is dat Kees & Co of Het Zonnetje in Huis? Het Zonnetje in Huis. Dat is goed. Even hoesten, excuus. Kan gebeuren. Eva, volgende. In welk jaar kwam de eerste mobiele telefoon op de markt? Is dat 92 of 95? Doe maar een mooie 95. Nee, was 92. Oh, jammer. Miguel, zeg je Telekids, dan zeg je Carlo Bossard en Irene Moors. Maar wie van de twee presenteerde dit eerder? Was het Carlo of Irene? Irene. Ja, 2 jaar eerder zelfs. Oh. Eva, in 1992 werd het eerste sms'je verstuurd. Wat stond daarin? Is dat Merry Christmas of Happy Birthday? Happy Birthday. Nee, Merry Christmas. Nee. Ah, wat leuk. Miguel, hoe heette het digitale huisdier dat in 96 te verkrijgen was? Is dat Furby of Tamagotchi? Furby. Nee, Tamagotchi. Oh. Furby is een digitaal. Oh ja. Fuck, dat zijn die rare dingen. Eva, hoe heet het tv-programma waarin Peter-Jan Rens wensen van kinderen in vervulling liet gaan? Is dat De Droomshow of Geef Nooit Op? De Droomshow. Nee, Geef Nooit Op. Jammer dit. Miguel. Meneer Cactus. Een van de bekendste filmsoundtracks uit de jaren 90 is I Will Always Love You van Whitney Houston. Van wie heeft zij dit nummer gecoverd? Is dat Dolly Parton of Aretha Franklin? Dolly Parton. Dat is dan weer goed. Eva, in 1999 verscheen de eerste editie van Big Brother op tv. Wie won die editie? Was dat Ruud of Bart? Henk. Nee, doe maar Ruud. Nee, was Bart. Ah. Miguel, hoe heette de parodie op Goede Tijden, Slechte Tijden die in de jaren 90 door Carlo en Irene werd gemaakt? Is dat Pittige Tijden of Foute Tijden? Pittige Tijden. Dat is goed. De film Conquest of Paradise werd een enorme flop, maar de gelijknamige soundtrack werd een hit. Van welke artiest was deze? Was het Hans Zimmer of Vangelis? Finn. Ik sprak het heel erg uit, maar goed. Noem maar Finn. Die laatste? Ja, die laatste. Ja, is goed. Miguel, met welk nummer scoorde Marco Borsato in de jaren 90 zijn eerste Nederlandstalige nummer 1 hit? Is dat De Waarheid of Dromen Zijn Bedrog? Dromen Zijn Bedrog. Yes. Eva, om welke modeaccessoires stond zangeres Anastasia vooral bekend? Is dat zonnebrillen of hoedjes? Doe maar zonnebrillen. Ja, dat is ook goed.
Miguel, welke serie uit de jaren 90 speelt zich af in de fictieve wijk Zonderdaal? Is dat Samsam of Flodder? Flodder. Ja, natuurlijk. Eva, de zanger van de Foo Fighters was in de jaren 90 vooral bekend van de band Nirvana. Wat was zijn functie daarin? Drummer of gitarist? Oeh. Gitarist. Nee, drummer. Dat wist ik wel. Miguel, welk jaartal zijn we momenteel minder ver van verwijderd? 1990 of 2050? 2050. Ja, klopt. Eva, het chocolaatje Twix had in de jaren 90 een andere naam. Maar welke? Is dat Roxy of Raiders? Raiders? Ja, dat is goed. Miguel, in 2009 probeerde het duo Ray en Anita een comeback te maken na het succes in de jaren 90. Hoe heette ze toen? Was dat Two Brothers on the Fourth Floor of Two Unlimited? Two Brothers on the Fourth Floor. Nee, dat was Two Unlimited. Oh, helaas. Helaas. Pindakaas. Yeah. Ja, en daarmee zitten de vragen erop. Dan gaan we even naar de eindstand kijken. En dan heb ik 5 mooie punten voor Eva. Yeah. Maar 8 voor Miguel. Yeah. Hey! Here comes the weekend.